Heist neemt een blitzstart en grijpt Turnhout meteen bij de keel. Oskam en Van Asten vinden allebei Joris Klaassen op hun weg. Zo kon het na 4 minuten al 2-0 staan. Turnhout komt in de eerste helft niet in het stuk voor. Van Vlaslaar schiet nog een doelrijpe kans op doelman Klaassen. Kijk dan naar de manier waarop Youssouf Oskam en David Wijns de hele linkerkant van Turnhout oprollen. Looyens kopt in extremis weg. 2 minuten later is er balverlies van Da Silva. Wens staat te slapen en alles ligt open. De assist is van Van Vlaslaar en Van Asten duwt hem binnen. Schrijnend hoe Turnhout zich al een paar keer liet inpakken. 6e minuut, tweede helft. Corner Turnhout op het hoofd van Didier en dan overgeduwd door Henny Nooyen. Een onmachtig Turnhout flirt voortdurend met een 2-0 achterstand. Nog eens een waarschuwing van David Wijns. Met nog 25 minuten te gaan zet Hendricks de bal voor en Van Vlaslaar kopt hem tussen 3 verdedigers binnen. Het staat 2-0. Mogelijk is het overmoed bij Heist, maar net na de 2-0 wordt de verdediging van Heist op een hoopje gespeeld en maakt Da Silva het schitterend af. Turnhout speelt met de ingevallen Nooyen met meer druk naar voren. Delanois legt de bal af voor Didier en die schiet de 2-2 tegen de tent. Nog eens Didier, nu als aangever aan de tweede paal staat Henny Nooyen en die schiet de 2-3 in de verste hoek binnen. Er zit heel veel frustratie in die goal. Na de 3 krijgt Alan Venn 3 uitgelezen kansen om de wedstrijd te beslissen en hij laat ze alle 3 liggen. Toegegeven, Olieslagers kipt een sterke match. In de slotfase van de wedstrijd heeft Bram Kriel de gelijkmaker aan de voet. Hij schiet de bal voorlangs. In de 3e minuut van de toegevoegde tijd is er weer paniek in de tent bij Turnhout en stopt Alan Venn een bal met de hand. Aaron Donkenaar Peter Vervekken geeft strafschop en rood voor Venn. Van Vlaslaar maakt zijn 2e doelpunt tegen zijn ex-club en hij gaf ook de assist voor het 1e doelpunt. 3-3, elk een punt na een onwaarschijnlijke match.